Goedemorgen en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog van de Reizers Familie Vloggers. Mijn naam is Dennis. En Nova. En Nova. En vandaag gaan we jullie weer meenemen uit de dag uit ons leven. We gaan namelijk zo dadelijk richting... Wat is het ook weer, Nova? Een kerstcircus. Een kerstcircus, hè? Ja, die staan nog enkele weken, denk ik, of dagen? Ja, precies een paar uur. Nee, maar ik bedoel, hoe lang staat hij hier nog in Etten-Leur? Misschien nog een paar uur. Oh, het is echt de laatste. Ja. We hebben de laatste. Oké. Okay. We hebben de laatste show van het kerstcircus. Het is in ieder geval een show van 2 uur. Dat is lang. En eigenlijk zijn we er nog nooit geweest, volgens mij. Nee. Nee, toch? Dus we gaan jullie meenemen. We gaan wat gave shots maken van de show. En de rest van de dag wat wij vandaag gaan doen. Het is nu 12 uur inderdaad. We zijn net wakker geworden. Lekker ontbeten. Dus op nu die kant op, want hij staat hier, ja, ongeveer, wat is het, 10 minuutjes vandaan? Ja, zoiets, nog niet eens, ja, zoiets. Ja, dus we gaan snel die kant op. Ja, en terwijl we dus onderweg zijn, hebben we even wat specificaties opgezocht. Specificaties van deze circus tent. Het is namelijk, circus tent Etten-Leur is namelijk het enige Nederlandse circus dat nog voldoet aan de traditionele circusnormen, oftewel voorstellingen in een tent met dieren en een groot live orkest. Nou, spannend! Er kunnen 900 mensen in. Kunnen 900 mensen in die tent. Hij is verwarmd, dat mag ook wel, want het is vandaag bijna 0 graden. Ja. 1 à 2 graden wordt het maximaal vandaag. Dus 1500 vierkante meter. 1500 vierkante meter, heerlijk verwarmd met een rood tapijt uitgelegd en voorzien van uitgebreide horeca-restauratie. Oké, okay. Keurige toiletten. Nou. En inderdaad plaats met comfortabele kuipstoelen. Nou, we gaan het jullie allemaal laten zien. En inmiddels komt hij al in beeld. Want daar staat hij. De kaartjes, normaliter gesproken, zouden rond de 35-40 euro kosten. Ja, ligt kosten. Aan waar je zit natuurlijk. Wij hebben nu vak A, dat is rond de 35 euro. Oké. En dan zit je natuurlijk in de loge. Dan zit je rond 45 euro. Oh, oké. Okay. Maar omdat wij de kaartje hebben bemachtigd via sponsoring... richting de Jump Club waar Nova op zit, hebben wij uiteindelijk nu 15 euro per kaartje. Ja, 15 euro betaald per kaartje. Dus nog steeds wel gewoon betaald, maar wel een aanzienlijke korting dan wat het normaal kost. We zijn extra vroeg, want dat betekent dat je dan, als het goed is, de wat betere plekken kan pakken. Hebben we gehoord. Ja, het gaat de volgorde van binnenkomst. Ja. Nou ja, dan kan je ook helemaal links of rechts gezet worden, toch? Nee, je moet zelf gaan lopen. Oh. Je moet zelf gewoon naar binnen en gaan zitten waar de plek is. Oké. Dus nou, we gaan zien. We zijn er. Kijk, daar is die. Circus Harlequino. Oh jongens, het is echt heel lang geleden dat ik echt bij een circus ben geweest. Het is zo cliché wat je allemaal ziet met zo'n kassatrailer. En als het goed is, vroeger kon je ook nog diertjes zien, toch? Ja, buiten, maar misschien is het inderdaad al niet te koud zijn. Nee, ja. Hoe dat zit eigenlijk. Nee, maar goed, we zijn het bij The Great Circus Show. Zoals het in die looping staat daarboven. We gaan de tent in. Oeh, spannend! Ja, dat is om de warmte waarschijnlijk binnen te houden, hè? Ja. Oké. Daar staan die. Kijk jongens, dat ziet er gek uit zo. Allemaal horeca, kunnen we allemaal eten kopen en zo, en munten en zo, en souvenirs. Kijk, we moeten munten kopen, 5 munten voor 15 euro. Kijk, en nu een beetje een beeld, wat kost allemaal. Zelf hoor. Lekker. Echt heel groot. Oh, blijkbaar is Chantal Janssen hier dus ook al een keer geweest. TV-opnames 2020. Ja, we kunnen naar binnen. Wauw. Wauw. Nou, de loge is helemaal leeg. Of de voortent in ieder geval. Dus ik denk dat hij niet uitverkocht is dit keer. Terwijl hij dat 2 dagen geleden wel was toen bekenden van ons hier ook waren. Ik ben benieuwd. En hebben we er een beetje zin in? Ja! Ja, ben benieuwd. Hallo. Hallo. Ja, zeker. Hi. Oh, hi. Oh, hallo. Woe! Woe!
Toen was het even pauze van een kwartiertje, 20 minuten. En kan je tegen betaling op de paardjes twee rondjes lopen. Betaling is 1 muntje, ofwel 3 euro. Lissa en Nova die zijn al eventjes naar de wc. En in de tussentijd wordt alles gereed gemaakt voor het deel na de pauze. En het is een behoorlijke professionele show met alle lichteffecten. Alleen zoals jullie zien brandt nu de hoofdverlichting. Er blijkt een technische storing te zijn. Ze zijn ook druk bezig hier bij techniek om te kijken of ze het kunnen oplossen. Ja, zo heb je op de laatste show van het jaar altijd nog wel wat dingetjes die tegen kunnen zitten. Maar vooralsnog vinden wij het heel gaaf om allemaal zo te zien. Ja, en hopelijk jullie dus ook, hè, want jullie kijken met ons mee. Super gaaf.
Even een meet and greet. Zo jongens, wat een show. Hij was gaaf, ja, hè? Was heel gaaf. Wat heb je? Oh ja, dat, ja, je werd hem afgeschoten. Ik denk dat ik dat gefilmd heb, dat hij recht om afkwam, die slier. Zo, ja. Oh, nou, op naar de auto. En toen kwamen we thuis. Hebben jullie ook zo genoten van de show? Ik hoop dat ik jullie wat gave beelden heb kunnen voorschotelen van deze kerst. Circus. Een van de weinigen die nog in Nederland te zien is blijkbaar. We zijn nu thuis en zoals jullie zien, of misschien is opgevallen, de kerstboom, die is inmiddels weer weg. De lampjes zijn weer weg. Maar nog niet overal. We moeten ze buiten nog even weg gaan halen en dat gaan we nu doen. De tape had er sowieso al geen zin meer in. Die is al overal losgelaten. Dus laten we dat inderdaad even weg gaan halen. Hartstikke idee. Zo. Dan gaan we zorgen dat we de lampjes om de deur weg gaan halen. En hier ook bij het raam. Degene die we hier om de regenpijpen hebben zitten en helemaal naar boven gaan. Die laten we gewoon denk ik weer hangen. Hè? Ja, ja, dat ging best goed toch? Dat ging goed. Ze werken nog, nou ook na een jaar. En dat scheelt natuurlijk heel veel werk om dat elk jaar weer opnieuw te doen. Dus dat laten we gewoon even hangen. Dus we gaan ons even focussen nu op die lampjes. Kikkeboe! Ja, het kabeltje zit natuurlijk hier er doorheen. Dus die moeten we er wel even uit gaan halen. Dus dan moet dat raam open. Oeh, het is zo lekker warm ook om dit nu te doen. Nou, heerlijk. Ah, ja, alles was zo netjes weggewerkt. En dan zat het hier zo. Met een plakbandje vast. En dan hoop ik dat ik niet de verf ermee aftrek. Want dit zit er echt nog heel erg vast. En ik trek wel de verf ermee af. Oké dan. Ja, wat moet dat hier in het raamkozijn? En nou weg. Mag ik naar buiten? Kom je lekker naar buiten?
houtjes eruit. En die bewaren we allemaal weer, want dan kunnen ze er goed tussen klemmen, hè? Dat is wel een goede oplossing. Dat is wel handig, hè? De houtjes ertussen blijft... De wall blijft hangen. Klein stukje nog. Ook weer klaar. Zo, wel een teamwork. Hartstikke idee. Ja, dan kan het weer terug in Dolske. Dan kan Dolske weer terug naar boven in het zolder. Dan kan boven het ding weer dicht. De opberggedeelte. En dan is het weer opgeruimd. Kijk, en dan kan alles weer netjes opgeborgen worden achter de opbergschotten op zolder. Ja, en ik heb in de tussentijd heb ik ook het werkdomein van de 3D-printer een beetje een update gegeven, jongens. Kijk, dat ziet er nu zo uit. We hebben de achterwand vergroot. Allemaal zelf geprint. Dat wisten jullie misschien nog niet. Maar ook dit alles wat jullie zien, niet het gereedschap natuurlijk, maar wel het oranje en het zwarte, is allemaal 3D geprint. Wauw. Ja, en zoals jullie kunnen zien hebben we ook de nodige rollen met kleuren van het 3D filament. Dat zijn er nogal wat. Hey Pinocchio, welkom. Heb jij gelogen? Oep. Denk het wel. Zo, nou dat is gedaan. Dan ga ik in de tussentijd nog even een nieuwe computer bestellen. Ik heb de laatste tijd nogal wat problemen met de oude die we daar hebben staan. Met het editen ook van de video's. Het USB valt elke keer weg. En ik merk gewoon dat ik tegen capaciteit en snelheidsproblemen aanloop. Met wat ik allemaal wil tegenwoordig. Dus is het na een hoop jaren tijd om die computer op te gaan ruimen. En die volledig te gaan vervangen door een super high-end machine van bijna 3000 euro. En uiteraard laat ik dat aan jullie binnenkort ook zien. Maar hiermee moeten we weer heel ver vooruit kunnen in de toekomst. En er zal ook veel licht in gaan zitten. Maar dat zien jullie uiteraard binnenkort in een nieuwe video wanneer we de computer gaan bouwen. En ik laat al wel vast zien dat er dus een videokaart in zit. Een 4080 RX. Of wat is het? RTX kaart. Dus daar kunnen we op hoge kwaliteit het nodige mee gaan doen. Oh, tijd om te eten! Oh, lekkere pizzatjes! Mmm! Eet smakelijk. Zo, hoi! En toen was de pizza op, buikje gevuld, Nova op bed en Razer in chill modus. De vlog is inmiddels online geweest, nieuwe sleutelhanger is gemaakt, die was binnengekomen met een bestelling via onze Etsy webshop. Melissa die is weer heel fijn aan het voorbereiden voor het lesgeven wat ze morgen weer gaat doen na de vakantie. In de tussentijd ligt Garfield er ook voor Pampers. Bakje vla staat voor me klaar als toetje nog. En nu begint voor mij het relaxen. Dat betekent even lekker bank hangen. Misschien nog een serietje opstarten of een filmpje. En daarna ook weer naar bed gaan. En dan is het morgen weer een nieuwe dag. En dat betekent dat we deze vlog gaan afsluiten. Wat hebben we weer genoten van de kerstcircus show van Etteleur. Zeker wel de moeite waard om er volgend jaar weer heen te gaan. Ja. We willen jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dat zeker niet te doen. Dan kan je doen door onder de video te klikken op die abonneerknop. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Het is natuurlijk mogelijk om ons te supporten. Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste wat ik net al benoemde, de Etsy webshop. We hebben een Etsy webshop waar wij gepersonaliseerde naamsleutelhangers maken met onze 3D printer. Heb je daar interesse in? Kijk zeker eens eventjes op www.reizers.nl/Etsy. We hebben een merchandise shop met kleding met ons logo erop. Elke verkoop die we daarmee doen, daar krijgen wij een paar euro voor. Is weer een investering in ons kanaal. En zoals jullie net al hebben gezien, heb ik net een nieuwe computer besteld. Dus het verdiende geld van YouTube is weer op. Maar goed, wil je meer informatie over de merchandise shop? Kijk eventjes op www.reizers.nl/shop. Het is mogelijk om lid te worden op ons kanaal. Voor vast bedrag per maand support je ons van €1,99 of €4,99 per maand. Wil je meer informatie, klik dan even op die lid worden knop en dan leg ik in de video graag aan jullie uit wat het precies allemaal inhoudt. En dan rest mij niks anders zeggen door nog een duim op deze video omhoog te geven en jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. Dus tot de volgende vlog. Doei! Lucky!
Dus dat is een uitdaging. Om het weer in de verpakking terug te kunnen krijgen.